Geleend van Jul. Het is ijskoud hier. Ja, dus we zitten ook onder een dekentje. Lekker de warme koffie. En thee. En we gaan zo verder kijken naar voorstelling. Het heet Aan de Andere Kant. En het bestaat uit 3 delen. Het eerste gedeelte was in Schattenberg. Daar waren verschillende dingen te zien van hoe de Molukkers vroeger in de kampen eigenlijk werden opgevangen en hoe het leven eraan toe ging. Heel erg leuk. Allemaal korte voorstellingjes eigenlijk. Ja, hoe het leven in kamp Schattenberg inderdaad was. Ja, hoe school was, hoe als er iemand ging trouwen, als er iemand overleden was. Ruzie met de functionarissen toen. Hè? Ja. Dat is ontzettend leuk gedaan. Ja, precies. Wat was er nog meer? Een stukje trauma. Wat ik ook heel mooi vond was de Molukkers die geesten zagen. De Joden, zeg maar. Omdat dat voormalig concentratiekamp was. Ja. Dat vond ik wel indrukwekkend. Ja. Maar ik vond het ook wel heel mooi om te zien van hoe men daar vroeger leefde. En hoe ze dat heel mooi vertolkt hebben. Met oud Nederlands zelfs. En ook gewoon muziek en zingen erbij. Dus dat was heel erg leuk. En het zonnetje scheen, dus dat was echt heel fijn. Maar nu zitten we dus onder een dekentje, want het begint een beetje te waaien en wat kouder te worden. Daarna waren we naar, hoe heette dat? Hooghalen geweest. En daar hebben we lekker gegeten. En er was ook een band die de leuke muziek ging spelen. Dus nu zijn we bij gedeelte 3 aangekomen in Boogsmulde. Het is wel grappig, want het theater, laat ik zo zien, is dus eigenlijk voor bij de mensen. Eigenlijk in een tuin eigenlijk. Ja, super grappig. Heel veel mensen hebben dekentjes meegenomen, dus wij hebben lekker thee erbij. Maar wordt leuk. Oh,
eens kijken. Wat nou? Schoonmaakspullen pakken en help me schoonmaken. Ja. En? Ja, pap. Dit gaat niet werken. Dit is verf. Daar heb je sterke spul voor nodig. Ja, maar ik wil niet dat de Molukkers dit zien. Voor de Nederlanders. Bij deze doe ik aangifte van bekladding en discriminatie. Heb jij zo'n formulier bij? Dat wil ik meteen even. Pap, het moet op het politiebureau. Dat weet jij ook wel. Wie is dat? Ik ben zojuist in Tiel aangekomen. In oktober is er hier een tentoonstelling genaamd Minna. En ze hebben mij gevraagd om deel te nemen daaraan. Er zijn volgens mij in totaal 6 Molukse dertigers. En worden interviews gehouden onder andere. Dus ik ben benieuwd. Ik ga zo direct even vragen of ze wat meer erover kunnen vertellen. Maar het wordt in ieder geval in oktober wordt het tentoongesteld. En ik ben benieuwd. Yunus is aanwezig. Die doet de interviews. En ik vind het leuk om de andere mensen ook, de andere deelnemers ook te ontmoeten. Dus wordt denk ik een leuke dag. Ik ben vandaag extra vroeg naar deze locatie gekomen omdat ik ook even wilde zien hoe het proces voor die tijd ging of gaat. Hoe dat werkt met opzetten en camera, lichten, et cetera. Wat er allemaal bij komt kijken bij zo'n proces. Omdat ik zelf ook ideeën heb om content te creëren. Dus het is wel een heel goed leermoment, vind ik, om hierbij te zijn. Ja. Dit is de boom die mij gaat interviewen zo. Yes! Hi, goedemorgen. Hallo, hallo. Borobamu, Jack. Hoe voel je je? Zenuw. Ja, een beetje wel, man. Waarom? Met jou, ja, hallo. Gil, mag ik een vraag aan mevrouw? Nee, maar normaliter dan word jij geïnterviewd en nu moet jij mensen gaan interviewen. Ja, dat is hard, man. Eindelijk. Even andere. Ja, ik vind het chill. Andere koek. Ik vind het chill. Kun je iets meer over vertellen wat het project is? Het gaat over strijd in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen over strijd, bijvoorbeeld politiek gezien, maar ook gewoon hoe ben je geworden wie je vandaag de dag bent? Welke obstakels heb je moeten overwinnen? Ja. Wat zou je anders doen als je terugkijkt? Wat raad je andere mensen aan die hetzelfde pad willen bewandelen? Ja. Over de strijd van het leven, zeg maar. Oké. Interessant. Ik ben benieuwd. Ook naar de andere deelnemers. Spannend. Ja, superleuk. Het zijn hele leuke gasten.
Ja, ik zag wat ze een beetje deden in de muziekwereld, ook theater, wat ook kunst. Ja, muziek, kunst, sport. Yes, badminton. Had je nou net? Nee, laat maar. Sorry. Ik wilde zeggen, Younes zal eigenlijk ook komen tijdens We Are All Stars. Maar zak niet. Nee, is oké. Okay. Volgende keer is wel sowieso erbij zijn dan, hè? Volgende keer ga ik in tutu proberen. Badminton. Nee. Nu heb ik het vast, hè? Dit is dat ik hopelijk kun je erbij zijn. Dan kunnen we het allemaal zien. Ja, wanneer is de volgende keer dan? Ja, dat weet ik nog niet. Maar ik ga even goed brainstormen van hoe ik de volgende editie wil en kan gaan doen. Mm. De mogelijkheden en de feedback die ik heb gekregen. Dat moet ik eerst even uitzoeken. Mm. Zodat het volgende event weer een stapje hoger kan. Toch? Ik heb het allemaal gezien. Het was FOMO. Ja? Mm. Ja, dat had eigenlijk bij moeten zijn, ja. Maar goed, volgende keer. Komt goed. Eerst vandaag deze dag doorkomen. Yes, let's go. Soms wil ik reageren, maar ik denk, ik hou mijn mond op. Mic one. Om af te wisselen. Ja. En daarna maken we ook nog een profielshot van jou. En dan zet klap in. Wij zijn net klaar met mijn interview. Ik word echt zo ongemakkelijk altijd van deze dingen. Why? Oh mijn god. Hoe ging het? We hebben net een interview gehad. Yes. Samen. Ja. En hoe ging het? Ja, ik vond het heel comfortabel. Zo comfortabel. Insluiten zo. Ja, ik vond het fijn. Gewoon de manier waarop je de vragen stelde. En gewoon de onderwerpen waar we over gingen praten. Ja, vond ik wel hele mooie dingen en belangrijke dingen die werden gezegd. Dus ja. Ik sluit me naar voren. Ik kan niet met dit, man. Ja, jij gaat zo weer de volgende interview. Ja, ik ga zo weer verder. Interview. Met een aantal andere gasten. Ja. Die kun je onder andere kennen van... Van wat, hè? Niet te veel prijs geven. Wanneer komt het uit? Oeh, dat weet ik nog niet. Oké, dus als het uitkomt na juli... Ja. Dan kun je hun kennen van project Masovi. Als het uitkomt voor jullie, dan komt het voor jullie uit. Dus dat. Nee, ja. Ik tag iedereen in de socials. Even die waf. Ja, precies. Even die waf. Let's go. Succes zo direct. Gang gang. Foodvlog. Nee, dat is voor Let's Do. Die maakt altijd foodvlogs, toch? YouTube. Op mijn kanaal. Voor de vlog, ja, we zijn... It's a wrap, ja, dat sowieso. En we zijn bijna klaar met afbouwen. Het was een lange dag, maar erg geslaagd, toch? Ja, we zijn wel een beetje gesloopt, maar het was een hele goede draaidag. En veel mooie verhalen, gesprekken zijn er voorgekomen. Is het ook met geurtelefoon? Wie was deze seizoen aan het roken? Hallo, ja, dus we gaan even verder afbouwen en dan gaan we lekker naar huis. 7 oktober komt het uit, dus hou het in de gaten.